Ja, Robert, we zitten hier volgens mij erg lekker in Spanje. Hoe heb je het? Nee, dit is uitstekend. Het gaat er natuurlijk niet om hoe ik het heb. Ik denk dat het vooral belangrijk is hoe de spelers en de staf het hebben. Maar de accommodatie is geweldig. Zowel het hotel, het eten, maar ook natuurlijk het veld, wat erg goed is ook. Paul voor het hotel, dus de omstandigheden, daar ligt het zeker niet aan. Nee. Laten we beginnen met de opening van het stadion in september. Hoe kijk je daarop terug? Nou, dat was geweldig. Ik bedoel, er was natuurlijk een hoop vooraf gebeurd. Instort van het dak, uiteindelijk de wederopbouw, wat je langzaam ziet voltrekken. Ja, en dan uiteindelijk is het zover. En dan kan je het stadion openen voor ook je fans. Weliswaar niet de eerste wedstrijd direct volledig publiek, hè. Dat kon later gelukkig wel. Maar in ieder geval konden we het stadion met supporters openen. En ik denk dat iedereen het wel erover eens is dat, ondanks dat het lang heeft geduurd, en ook langer dan we gehoopt hadden en gedacht hadden, maar het eindresultaat, daar kan iedereen denk ik wel erg tevreden over zijn. En ook de feedback die we terugkrijgen, of het nou de spelers zijn, of het nou de mensen op de tribune zijn of de tegenstanders. We krijgen daar iedere keer complimenten over dat hartstikke goed gelukt is. En de continuïteit naar de toekomst toe is daarmee gewaarborgd en hebben in ieder geval een geweldig onderkomen de komende jaren. En dat is fijn, want uiteindelijk speel je voor fans. Als je dan hoort dat die erg tevreden zijn, dan zijn wij dat ook. Ja, dus dat stadion dat ging toen open. Dat was natuurlijk een fantastisch moment. Dat omschrijf je het zelf al, van een lang proces, een lange fase. Eindelijk weer spelen voor fans. En dan hadden we gehoopt dat het ergste met corona achter ons zou liggen. Maar dat bleek helaas nog niet het geval. In december konden we weer zonder publiek spelen. Wat dacht je op het moment dat je dat hoorde? Nou, kijk, de eerste keer dat we zonder publiek moesten spelen, toen hadden we allemaal nog zoiets van, gelukkig kunnen wij blijven voetballen. Terwijl heel veel branches gewoon volledig stil lagen. Tegelijkertijd, net als ieder ander mens, vinden wij natuurlijk ook dat gezondheid van mensen het allerbelangrijkste is. Maar de eerste keer konden we blijven voetballen zonder publiek. En had iedereen zoiets van, het gaat in ieder geval deels door. Ondanks dat het zonder fans is. Vervolgens kom je weer met fans te spelen en merkt iedereen dat je dat toch wel heel erg gemist hebt. En uiteindelijk speel je natuurlijk ook betaald voetbal voor fans, voor het publiek. Dus ik moet zeggen dat deze keer me wel wat zwaarder is gevallen. Omdat je, alweer gewend was geraakt aan met publiek. Ja, dan weer terug te moeten naar zonder publiek, dat is best zwaar. Even afgezien natuurlijk van het financiële deel, want dat moet natuurlijk ook allemaal nog afwachten hoe erg we geraakt gaan worden, ook naar de toekomst toe. En ook omdat we niet weten hoe die toekomst er precies uitziet. Maar ik vind dit keer zwaarder dan vorig jaar. We hopen dat het er snel weer erin mag allemaal. Daarover gesproken, het is natuurlijk ook zo dat de supporters daardoor niet in het stadion kunnen komen en wel een seizoenkaart hebben. Ja. Wat doet AZ daar precies aan? Nou ik heb natuurlijk wel eens gekscherend gezegd dat wij de koning van de compensatie zijn. Omdat we natuurlijk al met compensatie te maken hadden gehad toen het dak instortte. Naar Den Haag gaan, terug zonder dak. Vervolgens natuurlijk die wedstrijden moeten spelen of niet meer kunnen spelen aan het einde van het seizoen. Vorig jaar fans die ons gesteund hebben in de wetenschap of in de hoop dat men wel wat wedstrijden zou zien. Maar uiteindelijk is dat op één wedstrijd met beperkt publiek tegen PEC Zwolle. Ja, dat is de enige wedstrijd waar we wat publiek hebben gehad. Nou, dit jaar zag het er redelijk uit. Nu ook weer niet. Ja, we zullen het even af moeten wachten. Maar uiteindelijk kan men van AZ wel verwachten dat wij uiteindelijk natuurlijk ook oog hebben voor onze fans. Heb je er eigenlijk percentages van hoeveel mensen daar helemaal af van wilden zien? Nou, ik weet de percentages nu niet uit mijn hoofd, maar het overgrote deel heeft weer gekozen om niet gecompenseerd te hoeven worden. En dat is best bijzonder, omdat dit is al de derde competitie dat we ermee te maken krijgen. Als dan die steun er nog steeds is, dan is dat niet iets vanzelfsprekends. Maar nogmaals, we gaan goed kijken. En ook natuurlijk de achterban zelf vragen hoe men dingen ziet. Om ervoor te zorgen dat we de juiste keuzes zullen maken dadelijk. Ander onderwerpje waar ik naartoe wilde is de sponsors. Ja. Want dit seizoen, of afgelopen seizoen zelf, werd ook duidelijk dat AZ niet meer doorgaat met AFAS.
Wat wil je daarover kwijt? Wat kan je daarover toelichten? Nou ja, goed. Kijk, AFAS is natuurlijk, wat ik al eens vaker heb gezegd, dat kan je eigenlijk geen sponsor noemen. Dat is gewoon een partner geweest, omdat men niet alleen ons financieel gesteund heeft, maar hebben ook altijd meegedacht, meegekeken wat het beste voor AZ zou zijn. Uiteindelijk ja, komen dingen ook tot een einde. En gelukkig zijn wij wel in de positie dat AZ natuurlijk een interessante club is. Dus dat gaat ook uiteindelijk wel weer goed komen. Of heel goed komen zelfs, denk ik. Maar het is wel belangrijk dat als dadelijk het seizoen naar zijn einde gaat, dat de waardering die ook AZ heeft richting AFAS, dat hij dat op een of andere manier ook tot uiting zal komen. Omdat het best bijzonder is voor een voetbalclub. Ja, om een partner te hebben gehad van 12 jaar, dat is natuurlijk best lang. Tegelijkertijd zijn zaken nou eenmaal niet eeuwigdurend. En is dit misschien het goede moment om tegen elkaar te zeggen, we gaan allebei weer verder. Alhoewel ik een aantal mensen van AFAS redelijk goed ken. En ik denk dat we die ook in de toekomst nog wel regelmatig in ons stadion zullen zien. Ja, was dat dan ook omdat je ook vertelt, hè, 12 jaar, lange periode, meer dan de sponsor alleen. Maakte dat de beslissing ook moeilijker? Ja, maar je doet dat niet zelf. Dat doe je in overleg met elkaar. Soms is het moment nou eenmaal daar. En dan moet je ook eerlijk tegen elkaar kunnen zijn en zeggen, ja, het is gewoon het beste om tegen elkaar te zeggen, joh, dit is nu tot een einde gekomen. Maar dat wil nogmaals niet zeggen dat we elkaar niet tegen zullen komen. En zeg nooit nooit in welke hoedanigheid. Maar we zijn nu volop bezig om te zorgen dat er dadelijk ook weer partners zich aan AZ zullen binden. Om ervoor te zorgen dat een deel, wat belangrijk is, bij betaald voetbal, dat er weer inkomsten gegenereerd worden. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Het stadion is opgebouwd opnieuw. Bezig met nieuwe sponsorgesprekken. Waar staat dit AZ over pak een beetje 2-3 jaar? Nou ja, goed. Kijk, AZ is een ambitieuze club. Wij proberen te strijden met clubs die wellicht iets meer mogelijkheden hebben dan wij. Maar ik denk dat we in het recente verleden hebben laten zien dat je dan nog steeds je ertussen kan spelen. En dat doel dat zal niet veranderen. Maar ja, de mensen, de partijen en clubs om ons heen, die staan ook niet stil. En die hebben natuurlijk ook wel gezien wat er gebeurd is in de afgelopen jaren. Dus dat betekent dat we hard moeten werken. Bereid moeten zijn om vooraan te staan met vernieuwingen. Omdat wij het, zoals we het zeggen, ja, toch op onze manier moeten doen. Om te zorgen dat we ons daar weer tussen spelen. En dat is het doel en dat zal het doel ook blijven.